jij kunt zeggen wat je wilt, ik geloof in. Wat kon jij trouwens doen? Jokkes! Hey, welkom bij TGI Thuis. Of thank god it's thuis. En ja, kijk, je hebt thuis kijken en je hebt thuis kijken kijken. Een wijs man op Temptation Island zei dat ooit. Maar wij zijn van die fans, hè, die dus kijken kijken naar thuis. En dan zie je soms zotte dingen, hè. Zo zijn er een paar dingen dat alleen de echte thuisfans opmerken. Met op nummer 1. Op nummer 1, de foto's. Waarvan wij denken dat die eigenlijk van Arne zelf zijn. Die foto's dat Loïke toegestuurd krijgt, altijd via mail, waarbij dat Olivia zo kei innig omhelst met Arne ziet. Dat is sowieso die aan Arne zelf dat dat stuurt. Hè? Tamara heeft daar denk ik niks mee te maken. Nee. Maar echt niks. Ja, dat kind is ongewenst zwanger, alsof hij daar nu tijd voor heeft om even tussendoor een beetje foto's te sturen. Allee, pas op, ze heeft wel een slecht karakter, soms. Een beetje. Maar... Nee. Nee, denk het ook niet. Die dat die Arne, kerel een beetje over zijn oren verliefd is en dat er zo wat... Overstalkerig. Die wil gewoon dat Loïke en Olivia uit elkaar gaan. En die gaat zij voor echt tot het uiterste. En volgens mij gaat hem nog lukken ook. En Inga, op nummer 2, wat hebben we daar? Ja, Loïke. Kijk, je bent een harteloos mens, weet je dat? Oh, jong. Ah ja, nietje, zeg nog niet drank voor de goede raad. Zeg, Sjoe, je moet wel die etiket van je rugzak knippen, hè. Heb je dat gezien? Die etiket hing nog aan die rugzak toen hij zo in de ijskast ging. En dan dacht je, allee, de frigo, ijskast, ja. Oh, whatever. Ijskast, iedereen snapt dat. En ja, die etiket hing daar gewoon nog aan. Oepsie. Dat zijn echt dingen waarvoor je echt een obses thuis van moet zijn. Als wij thuis kijken, dat is echt dat is full view, volle concentratie. En ja, dan zie je zo'n ding. Met zo'n vergrootglas erbij voor een tv. Wat is niks aan Loïke. Allee, ik bedoel, hij heeft ook veel aan zijn kop. Maar Loïke, je staat ook op nummer 3, want er is nog iets heel raar dat je gedaan hebt deze week. Blijkbaar heb je de gewoonte om in je pintje bier zo van die stokjes met zout te stoppen en dat dan op te eten. Maar jij zit er nu wel vanaf, maar je zal wel snel een ander slachtoffer vinden. Ja, of een papa. Ha? En die was ook niet zo smakelijk van aan het eten. Die is dan... Maar dat kan toch lekker zijn? Ik bedoel, Joey zou het zeggen. Zoutstokjes, lekker. Pintjes, lekker. Zwaar. Totaal lekker. Het is een combinatie, hè? Sowieso. En op nummer 4. Ja, Adil, jongen. We hebben nu serieus betrapt, hè. Ik heb niet als. Het is juist op tijd. Het is nog niet koud. Zalig. Maar ik heb amper kunnen lunchen. Het is weer zo'n dag. Ik ben echt stiek kapot. Oh, gaar. Stak je daar nu een stuk pizza in zijn mond? Ja, een stuk pizza met vlees. Die mag dat toch niet eten? Nee, ik denk dat ook niet. Maar allee, misschien waren mijn ogen verkeerd, Inge. Dat kan ook. Hè. Misschien maar was het een grote tomaat of zo. Hè. Maar... maar het leek salami of tomaat. Ik ben er eigenlijk niet uit. Ik ook niet. Maar het was verdacht. Ja, ik... Het is ons opgevallen. Keihard. Volgende week begint hij ook nog pintjes te drinken en al. Adil wordt een bad boy van thuis. De tooghanger in de Friends. Nee, it's not gonna happen. En op nummer 5, Inge, nog iets heel, heel raar. Wat is er met PR haar gebeurd? Ik trek dat niet. Dat is te pijnlijk, te confronterend. Want mijn leven op het moment is niet zo geweldig. Dat is op een week tijd gegroeid van zo naar zo. Dat is ineens super lang geworden. Dat is zo terug de oude Peggy, vind ik. Ja, maar ik vind het wel mooi. Ja, okay, en ik heb op Twitter gelezen dat iemand zei van... Amai, ik heb drie jaar gewacht tot het kapsel van Peggy terug zo. Ik dacht dat je ging zeggen dat hij 3 jaar geleden had gekeken, het nog eens had opgezet en dat Peggy haar niet veranderd was. Maar dat is zo ineens. Ja, raar, hè? Dat is precies zo ineens gegroeid. Die is toch geen eeuwigheid weg, toch niet? Ik weet het niet. Of misschien missen wij dingen of zo. Misschien heeft hij mini-extensions in. Ah, dat kan wel. Of een pruik. Het heeft nu toch keiveel tijd over, dus misschien gaat hij gewoon keiveel aan de kapper. Of doet hij zo'n hele dag haarproducten in haar zo voor te groeien, zo. Maar ik was er wel wat jaloers op. Allee, bedoel, ik moet daar maanden op sparen. Ja, ik ook. Dus gewoon een keer knipperen met mijn vingers en die heeft ineens lang haar. Wow. Awesome. Ik wil dat ook wel. En op nummer 6, een topper voor alle One Direction fans. En vooral de fans van Zayn. Want wie goed heeft geluisterd, heeft gehoord dat Zayn op de radio was in The Friends. En
En het was niet eens een oud nummer van Zayn of zo. Het was gewoon een recent nummer, Like I Would. De nieuwe schijf van Zayn was gewoon in de Friends. Yep. Zalig. Ze zijn daar goed up-to-date van, hè? Maar echt, zie dat de Renzo daar werkt. Echt, je kunt zeggen wat je wilt, maar dat spelletje, dat draait daar. Top café. En op 7, het bewijs dat Helene geen aandachtige thuiskijker is. Mm-hmm. Wat vroeg die aan Charité? Kun jij altijd zo rustig blijven? Heeft die Charité nooit zien freaken of zo? Meent hij nu echt dat hij vraagt hoe rustig zijt jij? Hallo, is die Ditsie vergeten? Die kijkt niet naar thuis, die Helene. Oh, arme Dietertje. Ja, Laurent is nog altijd een beetje verliefd op Dieter. Een beetje. En sinds dat hij hier geweest is. Oh my, die filmpjes staan trouwens ook allemaal online, dus zeker checken. De one and only Dieter van Aert zat hier bij ons in de zetel. En sindsdien is Laurent gewoon nog verliefder. Yes. Ze droomt elke nacht van Dieter. Zijn pistool. Afronden doen we natuurlijk met de uitspraak van de week. Yes, en die komt deze week van ons Paulientje. Ja. Jongen, u komt er elke morgen zuchtend en puffend aan het werk, hè? Zullen we maar niks zeggen over u, hè? Beetje beleefd blijven tegen mijn pluspapa, hè? Wel, ik de nieuwe pluspapa, hoe schoon was dat. Maar ja, ik ken jou lief. Mooi woordje, hè? Ja. Toch? En zo snel al. Zo snel opgenomen in het gezin. Maar dat ik hoop dat er wel iets minder sexy kusscènes komt. Ja. Zowel ik en Julia, ik kan dat niet aan. Dat is genoeg geweest, hè. Maar ik hoop, zolang dat Paulientje erbij is en het gaat over pluspapa's, dan zijn wij helemaal mee. Mm-hmm. En volgende week zijn we er natuurlijk met een gloednieuwe TGI Thuis. Yep, vol wetenschappelijk onderbouwde analyses van thuis. De beste soap ter wereld. En nog altijd. Salukes. Tot volgende week.